Goeiedag naar de buien van de afgelopen dagen. Veel vocht in de atmosfeer en dat leverde vanochtend mist op. En hier zien we de mist vanaf de bovenkant. Met een drone is men boven de mistlaag gegaan en zie je een prachtige zonsopkomst in een wolkachtige lucht. En verder vandaag toch echt wel weer mooie opklaringen. Een heerlijke dag om bijvoorbeeld op de hei te gaan wandelen. Morgen zal de dag er wat minder mooi uitzien. Want dan is er veel bewolking aanwezig. En dat niet alleen. Het regent ook af en toe. We kunnen dat mooi zien op de weerkaart. Vanuit het westen komt een storing dichterbij. En die gaat in de loop van de nacht ons land bereiken. En morgen overdag blijft dat front een beetje slepen over ons land. En dat betekent bewolking en van tijd tot tijd regen. Pas in de ochtend van zaterdag trekt die neerslag verder weg. En zaterdag overdag ziet het er dan geruime tijd heel aardig uit. Later op de dag neemt wel de kans op een enkele bui toe vooral weer in het zuidoosten van het land. Ja, wat wisselvalligere dagen dus vandaag. Vanavond is het nog redelijk rustig, met ook nog wel wat ruimte voor de zon. Temperatuur ligt rond de 20 graden op de meeste plaatsen en er waait een matige zuidwestenwind. En die neerslag die kunnen we ook nog even in detail gaan bekijken. Want die trekt dus in de nacht vanuit het westen binnen. Het blijft in het oosten nog lang droog. En morgen overdag blijft er dus een beetje slepen, die storing. En dat betekent dat er veel bewolking aanwezig is. En dat er van tijd tot tijd regen valt. Ook in de nacht dus, nog na zaterdag, kan dat met name in de oostelijke helft van het land. Misschien heeft u wel op de temperaturen ook gelet, want die blijven vrij hoog komende nacht. De minima die liggen tussen de 16 en 18 graden. Het wordt toch best wel weer een wat ja, benauwde nacht, denk ik, omdat die vochtigheid ook zo hoog is. Verder blijft de zuidwestenwind waaien. En in de loop van de nacht, dus vanuit het westen, de regen. Zoals gezegd, in het oosten blijft het wel tot de ochtend droog. Maar morgen overdag is dat dan juist precies andersom. Dan een periode met regen in eerste instantie. Het langst blijft het regen in het oosten van het land. In het westen kan het geleidelijk aan wat droger worden. Heel misschien dat in het noordwesten en midden van het land. hier en daar even de zon er nog doorheen piept. Maar dat is nog wel afwachten. Temperaturen tussen de 21 en 24 graden. In de regen is het zo rond 19 à 20 graden. En dan de dagen erna. Zaterdag de wegtrekkende buien. Verder overdag ja, toch best wel aardig weer met zo'n 24 graden. En zondag en maandag verlopen droog, zoals het er nu naar uitziet, met 23 graden. Best aangename temperaturen. Dinsdag kan het dan weer wat warmer worden. Maar is wel de kans op een bui aanwezig. Nog een fijne dag.